Wij hebben een BKW-handel. Bram Moens, goedemiddag. Ja. Maar we zijn nu in de rechtbank en daar, hangen kunstwerken van jou. Ja. Sinds wanneer ben je aan het exposeren hier? Dat eerste dag was 3 juli geloof ik, ja, de inrichting. En tot wanneer loopt die nog? Tot en met eind september. Dan kan je daar eens wat over vertellen, want ja, ik zag er net al, jij bent natuurlijk ook bekend van de fietsen, van M5 ligfietsen, zeg ik het goed? Ja, ja, nu sta je niet met je camera naar een lichtfiets, dat, nee. Dat is wel een fiets van mij. Minimal Bike heet die, dus dat is om te laten zien dat een kleine stads- of een compacte stadsfiets er ook goed uit kan zien en licht kan zijn. Dus dat is een fiets van 6,5 kilo. Wat is dat voor materiaal dan dat je gebruikt? De hele fietsen zijn volledig van carbon. Oké. Okay. En het leuke is dat je, omdat hij zo licht is en zo licht loopt, dus heb je helemaal geen elektromotor voor nodig. Dat is het mooie ervan. Je gaat met minder energie, ga je gewoon sneller dan een elektrisch ondersteunde fiets. Oh, dat is dus wel... zelfs als je zo'n conditie hebt als ik? Gedoe. Ja, zelfs dan. Je moet het zo proberen, ja. Oké, nou, dat is interessant. Ja. Maar ook daar in die vitrine daar zie ik ook dingen die met fietsen hebben te maken. Ja. Want dat ontwerp jij allemaal zelf? Ja, alles wat hier staat en hangt, dat is eigen ontwerp. Daarboven zie je een speciaal model vleugelstuur. Dat zit dus normaal gezien op de Minimal Bike. Ik vind het ook wel eens leuk om jouw werkplaats, jouw atelier te zien. Je zit aan de nieuwe Kleverskerkseweg. Ja, klopt. Maar we kunnen misschien daar ook nog een keer een filmpje maken. En dat je daar nu nog even wat laat zien van de kunst die je maakt. Want dat is, ja, dat vind ik toch echt iets heel anders. Of zie jij dat zelf niet zo? Nou, kunst, het zijn plaatjes en... verfstukken en tekeningen. Ja, dit is het kanaal door Walcheren richting Veren. Die grote rijen met albelen daar. Okay. Dat vond ik wel inspirerend. En daarnaast in Mariakerke, dat is het centrum van Walcheren, vlakbij waar ik woon. Nou, die 3 daar, die heb ik bij elkaar gehangen. Dat zijn uitzichten vanaf ons terras. En het dubbel is eigenlijk, wij hebben normaal gezien heel erg veel last van bespuitingen van die boer die daarnaast ons zit. Dat is even een zijstapje. Maar het zorgt wel weer voor hele schilderachtige taferelen. Die is gestolen. Er is toch niks gestolen? Ik zie hem niet meer. Hangt hij niet aan de achterzijde? Deze waren we even kwijt, maar daar is hij. Ja, ja. Nou, wat ik hier, er zijn een paar dingen wat ik hiervan wil zeggen. Dit is met een Nikon P120 genomen. Dat is niet eens een spectaculaire camera, maar wel 60 keer optische zoom. Maar wat zo leuk is, dat chipje wat er in zo'n toestel zit, dat is zeg maar 3 bij 4 mm. Aha. Moet je even voorstellen, daar stond alles op, 3 bij 4 mm. Daar stonden dus ook deze zuurstofbelletjes op. Want dit is de chip waar je het over hebt? Nee, maar om even de techniek, zeg maar, van dat je in 3 bij 4 mm zo'n hele gedetailleerde stukje ijs, hè? Want het onderwerp waar je hier naar kijkt is maar 10 centimeter groot. Ja. Die belletjes, dan praat je over micrometers. En die worden dus wel geregistreerd op zo'n chipje. Nou, dat vind ik dan weer heel aandoenlijk. Ja. Maar dit is wel speciaal in de zin van, dit was een vlakke ijsvloer waar een soort aanbeeldachtige uitstulping van ijs was, zoals je kan zien. En nou, als je er niks bij zegt, meten mensen niet waar ze naar kijken. En dat is wel leuk van fotografie. Dat is dan, ja, het lijkt op een soort dinosaurusoog, maar het is eigenlijk een halve meloen. Die van onderen door een fietslamp aangelicht wordt. Ja, maar dat verzin je ook niet echt. Nee, maar die ligt op een glasplaat boven de afvalsbak. En dit hier ook, dit is bij de buren, vlak bij mijn werk. Dat is een kunststuk, zeg maar, een glascubus. Die is dan kapot gegooid op sommige plaatsen door de jeugd in de weekenden. En daar zitten dan sterren in. Als je die nat maakt en onder een bepaalde hoek fotografeert, dan krijg je dus gewoon een soort vlinderachtige... Als ik het zo beluister, je hebt een hele sportcarrière, je maakt dus fietsen, je lichtfietsen, daar hebben we het eigenlijk nog niet eens wat over gehad. Mm-hmm. Dus je bent echt een maker, maar je bent ook een kunstenaar, toch? Of doe ik je dan, je bent toch gewoon een kunstenaar, of niet? Nou, kijk, ik zei al, ik vind het een beladen woord en Dat is zo divers, die invulling daarvan. Maar als jij iemand de hand geeft en iemand kent je absoluut niet, hoe stel jij je daarvoor? Als fietsenmaker? Als, gewoon met mijn eigen naam. Ja, maar is het nou bescheidenheid of is dat nee, gewoon moeilijk te duiden? Ik vind de techniek, zowel als natuur, als schilderen, als fotograferen, als ontwerpen eigenlijk, dat vind ik wel leuk. Hè, maar met een grote blik zeg maar, naar wat er is. Want ja, alles wat uitgevonden is of wordt, heeft altijd wel ergens een oorsprong. En dingen, dat is een ontwikkeling van miljoenen jaren. Standing on the shoulders of giants. Kijk, een libelle die vliegt al 300 miljoen jaar rond. Ja. Ja, dat ga je echt niet meer verbeteren. nee, daar heb je een punt. Goed. Hey Bram, dankjewel en tot binnenkort. Okay. Fijne dag.